Fiat 124 was er in vele gedaantes, waarvan de vierkante sedan de bekendste is. Een stuk stijlvoller is de 124 Spider, of Sport Spider, of Spider 2000, die in 1966 uit de koker van Pininfarina rolde. De elegante cabrio bleef tot 1985 in productie. De laatste drie jaren van zijn bestaan werd de Spider gebouwd bij Pininfarina zelf, onder de naam Spider Europa. De Spider 2000 uit 1982, die we vandaag te gast hebben bij Klokje Rond, is eigendom van Ingvar van Eijten uit Utrecht, die al sinds zijn jeugdjaren gefascineerd is door dit model. Ingvar zit hier op onze mooie Chesterfield naast jouw mooie Fiat 124 Sport Spider uit 82. Waarom een Fiat 124? Ja, als ik er weer naar kijk, ik blijf dit een van de mooiste auto's ter wereld vinden. En hij heeft voor mij eigenlijk wel een soort van geschiedenis. In die zin dat ik in Den Haag ben opgegroeid. En iedere dag natuurlijk van school naar huis en van huis naar school reed op mijn fietsje. En ik weet nog heel goed, ik denk dat ik een jaar of 8 of 9 was, zoiets, lagere school. Dat ik naar huis fietste en ergens in een van die straatjes waar ik doorheen reed een Fiat Spider zag staan. Op dat moment wist ik helemaal niet wat het was. Ik zag alleen een waanzinnig mooie blauwe cabrio. En daar was ik echt meteen op verliefd. Dus ik weet nog goed dat ik mijn fiets neer heb gezet en er omheen ben gaan lopen. En naar binnen kijken, hoe hard kan dat ding? Weet je wat kleine jongetjes doen. En ik had even, ja, dit is echt een exotische Italiaanse, moet minimaal een Maserati zijn of een Ferrari of iets vets. Dus mijn teleurstelling was behoorlijk groot toen ik het logo Fiat zag, want het is natuurlijk niet een heel sexy merk als je een jaar of 10 bent om fan van te zijn. Maar deze auto is mij altijd bijgebleven en ik dacht van, er moet een moment komen dat ik hem ooit eens ga kopen. Nou, dat is inmiddels gebeurd, want anders zaten we hier niet. Daar staat hij, maar hoe is het zover gekomen? Uiteindelijk in 2003 heb ik deze auto gekocht. Dat was via een collega van me kreeg ik een tip, want die wist dat ik die auto leuk vind. Die kende weer iemand die iemand kende. Uiteindelijk, hij stond in Zwolle. Maar om te beginnen zag hij er niet uit zoals hij nu ziet. Ik heb er in de loop van de jaren best wel wat aan laten doen. Hij had denk ik 10 of 12 kleuren rood en elk paneel was gekrast of gedeukt of er was wat mis mee. En vooral ook dat de vorige eigenaar die had zijn karterpan tegen een drempel of iets dergelijks aangereden. Auto droog gereden, droog gelopen, dus met andere woorden enorme motorschade. Dus hij reed ook nog eens niet. Maar jij dacht toch, dit is mijn Fiat. Ja, nou ja, terug naar dat jongetje van een jaar of 10 en dacht van dit is hem gewoon. Dat gevoel van hey, deze auto en dit is mijn kant. Dus ik heb met mijn toenmalige vriendin, inmiddels mijn vrouw, wel even gebeld van joh, ik ga een auto kopen en hij is en kapot en lelijk, maar ik wil hem heel graag hebben. En daar was ze eigenlijk best wel enthousiast over. Ze was van ja, weet je wat, doe het gewoon. Het is een droom en gaan. Dus inmiddels, nou ja, dus wat ik zei, zo'n 15 jaar geleden heb ik deze auto gekocht. En in de loop der jaren, stap voor stap, steeds verder opgebouwd. Eerst het motorische gedeelte aangepakt en daarna laten spuiten, nieuwe kap zit erop. Hij krijgt gewoon heel veel onderhoud om ervoor te zorgen dat hij gewoon goed is, goed blijft. En alleen van binnen, dat wil ik nog wel een keertje doen. Moet ik eigenlijk een keertje nieuwe stoelen in, nieuw dashboardje, want het begint wel een beetje krakelee te worden. Ja, ik vind dat persoonlijk wel gaaf, een beetje zo'n geleefd interieur. Maar goed, het is jouw auto. Hey, Dennis staat startklaar. Ik ga met hem een rondje maken. Hey Dennis, een Fiat 124 Sport Spider. Ja. Ben jij een beetje cabrio man? Nee, zeker niet. Nee? Nee. Cabrio is niet mijn favoriete auto. Hooikoorts en als ik aan de zon denk, begin ik al te zweten. Dus ja, ik heb liever een dak met airco, maar ik heb wel genoten van het ritje. Hey, laten we eens beginnen onder de motorkap. Ja. Want daar ligt een 2 liter blok. Ja. Ja. Met injectie. Met injectie. Met een distributieriem. 2 nakkenassen. Crossflow cilinderkap. Dat is allemaal best wel vooruitstrevende techniek al. Ja, kun je dat even toelichten? Ja, nou ja, een distributieriem die zit zeg maar hier. Het is een riem die drijft via de krukas de nokkenassen aan. Ja. Dit is volgens mij, voor zover mijn informatie reikt, de eerste auto waarbij de distributieriem in productie is gebruikt. Dus in plaats van een ketting zijn ze overgestapt? In plaats van ketting of tandwielen, er zijn nog andere constructies, maar ja, is dit eigenlijk de eerste auto die het heeft. En daar plukken we nog steeds de zoete vruchten van en soms ook hele zure vruchten. Maar
Het is een mooi stukje techniek. Ja, want waarom hebben ze dat gedaan destijds? De distributieriem is lichter, maakt minder geluid, hoeft niet gesmeerd te worden. Dat zijn een aantal voordelen. Het grote nadeel is dat die vervangen moet worden. Hij slijt. Als er bijvoorbeeld olielekkage optreedt en het komt op de riem, slijt hij nog wat sneller. Ja. Dat zorgt dan weer wat sneller voor falen van de riem. En dat kan hele nare dingen tot gevolg hebben. Ja. Maar dat is weer goed voor jullie handel. Dat is inderdaad goed voor onze handel, ja. Dat zonder meer. Verder wat ik zei, een crossflow cilinderkop. Dat houdt in dat de inlaatlucht die gaat er aan deze kant in. Daar wordt dan halverwege ergens de brandstof bijgespoten. Dat mix zich wordt verbrand in de cilinder en het gaat er aan de andere kant weer uit. Dus ja, vandaar de naam crossflow. Het gaat gewoon, het stroomt door de motor heen. Het hoeft niet terug, zeg maar, wat je bij oudere auto's veel ziet. Dat in- en uitlaat aan dezelfde kant zit, dus dat het in een bocht weer terug moet. En wat is daar het voor- of nadeel van? Ja, betere doorstroming, dus dat komt sowieso het vermogen te goede. Ja. Ja, de onderkant van de Fiat. Ja. Ja, de katalysator heb ik al gespot. Daar gaan we het later even over hebben. Ja. Verder zie ik dubbele dwarsgeplaatste draararmen. De schroefveer staat daartussen. Schokbreker staat in de schroefveer. Dat is een mooie compacte constructie. Ja. Houdt alles lekker ruimtebesparend en rijdt gewoon goed. De schokbrekerrubbers die zijn wel een beetje moe. Die beginnen flink uit te drogen. Droog uit, ja. Met rijden merk je er niks van, maar het zijn wel dingen die een keer aandacht nodig hebben. Ja. Nieuw oliefilter, betekent dat die onderhoud krijgt, ook heel belangrijk. Ook al rijden niet veel mee, is het wel verstandig om ook gewoon af en toe die olie te verversen. Ja. Verder, ik zie wat spuitnevel van de restauratie van de buitenkant. Dat is niet erg, dat had afgeplakt kunnen worden, maar ja. Ik stoor me er niet aan. Er zullen mensen zijn die dat wel heel vervelend vinden, maar het is niet erg. Ja, het ziet er allemaal netjes uit. Ja, het ziet er allemaal netjes uit. Ja, ik zie hier, wat is dit nou? Kijk. Een soort los stukje ijzerdraad. Ja, ik denk dat het markeerpunt is voor het BDP. Je kunt met een soort knipperende lamp kun je ontsteking afstellen. Ja. En dan richt je die lamp op het merkteken. En dan kun je je ontsteking vroeger of later zetten. En dan zie je het merkteken op de krukaspoelie ten opzichte van dat vaste punt, dat ijzerdraadje wat je noemt, zie je dan verschuiven. En daarmee kun je zien hoe vroeg of hoe laat de ontsteking staat. Okay. Dus met een ijzerdraadje ziet het er een beetje geknutseld uit, maar het werkt. Okay. Ja, dat hebben ze toch wel weer simpel opgelost. Ja. Ja. Nou, ik zie toch weer een van mijn favorieten, het aftapkraantje aan de radiateur. Daar word ik altijd heel blij van. Scheelt een hoop rommel op de vloer. Ja. Ja, en verder zie ik gewoon een mooie auto, die een klein beetje zweet, maar hij heeft net ook hard moeten werken. Dat is niet zo erg. Met jou aan het stuur, dan is het altijd hard werken, toch? Ja, ik ben wel lief geweest. Ja, dat zijn de spoorstangen. Het is een indirecte stuurinrichting. Houdt in dat hij hier een stuurhuis heeft en dan middels dit stangenstelsel draaien de wielen van links naar rechts. Tegenwoordig zie je meestal een directe stuurinrichting. Dan zitten die spoorstangen, dus deze, zitten rechtstreeks op het stuurhuis. Ja. En dan heb je gewoon één lang stuurhuis met spoorstangen aan het uiteinde. Dat is veel simpeler qua constructie. Oh, dit lijkt mij inderdaad een recept voor een indirecter stuurgevoel. Ja, je hebt een stukje minder gevoel met deze stuurinrichting. Je ziet het, vroeger zag je het heel veel, tegenwoordig niet meer zoveel. Bedrijfsauto's zie je het nog wel eens, maar het is eigenlijk is het een beetje uit. Het is ook een oude auto. Die indirecte besturing, weet je, ik heb er zelf niet zo heel veel last van. Ik heb thuis nog een oude Jeep Wrangler staan en een Cherokee. Ik rijd dagelijks in een Jaguar XJ8. In vergelijking met die auto's rijdt dit ding super strak en kan ik hem door elke bocht heen zetten. Dus maakt mij verder niet zoveel uit. Het is natuurlijk wel zo dat als ik eens een keer van iemand in een moderne auto rijd, dan merk ik natuurlijk wel dat een stuk strakker rijdt. En dat verschil zie je wel. Maar nogmaals, voor mij geen issue. Ja, wat is er mee? De katalysator, we hebben hem gevonden. We vermoeden al dat hij er was en hij is er inderdaad. Dat is echt voor de emissie, voor de Amerikaanse markt. Ja, waar ze heel vroeg mee. Ja, volgens mij. Californië vooral. Ja, volgens mij dachten ze daar in Europa, buiten de wat luxere auto's, nog lang niet over na om om katalysatoren op auto's te gaan zetten. Nee. Maar deze heeft hem al. En dat zal ook wat invloed hebben op het vermogen. Ik weet niet precies wat de specs zijn van een auto met en een auto zonder kat.
Ik meen dat ik iets gelezen heb over iets meer dan 100 pk voor de Spyder, de 2 liter. Maar ja, dat ja, is het kost een paar pk'tjes, maar ja. Nou ben ik benieuwd. Is dit nog de originele? En zo ik, ja, werkt die dan nog na zo'n lange tijd? Ja, katalysatoren slijten ook. Of die nog werkt, kan ik je alleen maar vertellen door een CO-test te doen. Dat kunnen wij niet in huis doen. Dat zouden we bij iemand anders moeten doen. Maar ja, ze slijten wel. Ja. Katalysator veroudert ook. Dus de werking zal niet meer zo goed zijn als dat die nieuw was. Nee. Maar ja, hoe het ermee is, dat durf ik niet te zeggen. En ja, waarschijnlijk, als het door de APK komt, zal het goed zijn. Ja. Ja. De katalysator neemt ook maar een klein beetje weg van het totaal. Het is niet zo dat een hele vuile motor door een katalysator ineens helemaal schoon wordt. Nee, dat zou wel mooi zijn. Ja, precies. Dus ja, hij werkt samen met de labdasonde. Die kan dan nog wat aanpassingen doen aan het brandstofmengsel. Dus, maar dat, ja. Geen idee hoe hij het precies doet, maar hij zal het nog doen. Okay. Ja, er zit een mooie RVS-uitlaat aan verbonden. Ja. Dus die zal custom-made zijn. En die loopt. Die blijft gewoon heel, daar heb je geen omkijken meer naar. Verder, de tussenas, dus dat is de as die komt vanaf de versnellingsbak, die loopt naar de achteras. Die brengt de kracht over vanaf de motor naar de wielen, zeg maar. Ja. Verder is het een beetje druk hier, er loopt van alles door elkaar. Ik zie remleidingen, ik zie brandstofpomp, brandstoffilter. Ik zie een brandstofslang die loshangt en al wat ouder is. De beste tijd heeft gehad. Ja, daar mag wel een keer wat aandacht aan besteed worden. Dus dat zullen we zo ook even met de eigenaar doornemen. Verder zie ik hier een heel dun stangetje wat naar de auto loopt, gaat dan rechtsaf en gaat hier omhoog naar de remkrachtregelaar. Dus op het moment dat de auto zwaarder beladen wordt, kan die de remkracht naar de achterwielen een beetje aanpassen. Dat die onbeladen niet te hard remt op de achteras, zodat die niet achter bijvoorbeeld harder remt dan voor. Ja. Wat uitbreken tot gevolg kan hebben. Ja, die brandstofslang, dat vind ik echt wel een dingetje. Dennis heeft het helemaal uitgelegd en aangewezen. Dat vind ik wel iets waar ik zo snel mogelijk even bij mijn garage voor langs wil gaan. Omdat ik straks niet of met een lekkende slang wil rondrijden, of straks, zoals hij mij zelfs waarschuwde, met vlammen onder mijn auto. Dat is niet de bedoeling. Dus dat vind ik echt even een zorgelijk aandachtspunt. Hey Dennis, hier loopt die kabel eronder door. Hier gaat hij eroverheen. Ja, ja. Hoort dat zo? Of, ja, ik denk dat is dat Italiaanse afwerking? Ja, het is een stukje Italiaans vernuft, denk ik. Ik denk dat het origineel is. Ik denk dat het zo gedaan is, omdat ze dan twee dezelfde armen kunnen maken. Als je deze zeg maar loshaalt, je draait hem om, dan zit dit beugeltje op dezelfde plek als die. Ja, ja. Dus ja, het kostte oogpunt denk ik dat ze gewoon één arm hebben ontwikkeld en besloten hebben links gaat de kabel eronder door en rechts gaat hij eroverheen. Ja. Dus makkelijk. Doet het nog steeds. Ja, en het werkt prima. Het maakt voor die kabel niet zo heel veel uit in welke bocht die ligt. Nee. Als die nou boven of onderlangs loopt, de werking die blijft gegarandeerd. Ja. Ja. Ja, een enorm dikke panhaardstang. Het zal wel een holle buis zijn, maar ik heb ze wel eens dunner gezien en die zijn dan massief. Maar hij loopt ook niet. Het is geen rechte buis. Nee, het is geen rechte buis. Hij moet achter het differentieel langs en dan aan de as bevestigd worden. Ja, dan kun je ervoor kiezen om hem recht te maken en dit tapeind langer te maken. Maar je kunt hem ook ietsje buigen die as en dan wat dichterbij brengen. Nee, daarom is dat. De panhaardstang die zorgt ervoor dat de achteras gecentreerd blijft onder de auto. Dus dat die niet naar links en naar rechts gaat. Je moet je voorstellen, als je alleen deze armen hebt, dus deze en deze, dat die as gewoon kan bewegen van de auto. En dat moet je natuurlijk niet hebben, want dan kun je aan je stuur draaien wat je wil, maar je weet nooit waar je blijft. Precies. Met deze as wordt dat opgeheven en rij je gewoon rechtdoor. Hey Inge, dat was hem, de keuring. Was het wat je ervan had verwacht? Ja, eigenlijk wel. Ja, zoals ik zei, ik onderhoud die auto goed, dus ik had geen hele rare dingen verwacht. Het enige is die brandstofslang die vervangen moet worden. Dat vind ik echt wel een aandachtspunt. Dus dat is wel het volgende op het lijstje om direct aan te laten pakken. Ja. Hey, en mag ik je complimenteren met je stuk duct tape? Ik ben er wel fan van persoonlijk. Ja, wat ik zei, ik vind het mooi, een beetje zo'n afgeleefd interieur. Ja. Maar ga jij het zo laten of ga je het toch opknappen? Nee, de duct tape is ook aan vervanging toe, dus dat is misschien voor vanmiddag nog. En de rest, ja, ik weet niet Michiel, ik zie het wel. Ik heb vooral gewoon plezier van die auto, dus ik merk het wel. En dan gaat niet meer weg, neem ik aan. Hij gaat zeker niet weg. Sterker nog, ik heb tegen mijn zoontje gezegd van 9, als jij je rijbewijs hebt, dan is hij voor jou. Oh,
gaaf. Nou, ja. Dan heeft hij iets om naar uit te kijken. Ja, absoluut.